Bij een ongeval tussen twee personenauto's zijn zaterdagochtend op de bovenste weg in Oosterhout twee mensen gewond geraakt. Rond 10:30 botsten beide bestuurders door nog onbekende oorzaak frontaal op elkaar. Meerdere ambulances, een traumahelikopter en de brandweer kwamen ter plaatse en één persoon werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd. Het andere slachtoffer kon op eigen kracht uit zijn wagen komen. De traumaarts heeft de beknelde persoon gestabiliseerd zodat deze met spoed overgebracht kon worden naar het ziekenhuis. En het is niet duidelijk wat de verwondingen zijn van beide slachtoffers.